Ze worden elke dag uitgelaten, Nina en Lucky, de twee tijgerwelpen die 9 maanden geleden zijn geboren binnen de hekken van het circus. Als ze oud genoeg zijn, kunnen ze worden getraind voor het werk in de piste. Het is precies hetzelfde als dat mensen thuis een hond hebben van kleins af aan. Die leren ze om te zitten, om een pootje te geven. Als je een beetje goed bent met honden, leren ze om te springen of iets dergelijks. En dat gaat op precies dezelfde manier als wij doen met onze dieren. Het is alleen maar op basis van beloning dat de dieren iets leren. Want een dier dat je slaat, doet daarna niks meer. Die worden bang of agressief en dat is toch het laatste wat je moet hebben. En de kunstjes die de tijgers doen, die passen bij hun natuurlijke gedrag. Springen en rollen. En heel veel slapen. Dat doen ze in de natuur ook, zeggen ze bij het circus. Zielig of leuk, wilde dieren in een circus? Nou, ik vind het hartstikke leuk. Dus voor de kinderen is het leuk en voor de mensen ook. Zielig. Ja, ik ben er nog nooit heen geweest met mijn kinderen. Het is een beetje dubbel, want ik kom nu wel kijken, maar ik koop geen kaartjes. Een verbod op wilde dieren is 2 jaar geleden afgesproken in het regeerakkoord. Maar er is nog steeds geen wetsvoorstel. De staatssecretaris is te laks, zeggen 24 gemeenten in een brandbrief. Ja, ze is al 2 jaar bezig met haar woord houden. Ze zoekt nu weer uit of zeeleeuwen wel of niet onder de definitie vallen van wilde dieren. Wij zeggen, geef ons dat verbod. En dan kunnen de gemeenten zelf in ieder geval binnen hun stadsgrenzen aangeven, wij willen hier geen wilde dieren in het circus. Spreekstalmeester Van Geet blijft hopen dat het niet zover komt. Wij geloven erin dat wilde dieren wel degelijk in het circus goed behandeld kunnen worden. En het staat weliswaar in het regeerakkoord, maar goed, het duurt nu al 2 jaar. We zijn 2 jaar verder en er is nog steeds niks bekendgemaakt. Dus wij hopen dat iedereen in de politiek is wordt wakker geschud en niet alleen maar luistert naar de eenzijdige informatie van de dierenactivisten, maar dat ze zelf eens komen kijken.